De spoedeisende hulp is een drukke afdeling en dat weet een ieder. Dit zegt het hoofd van de SEH, Mireille Rodriguez. Zij geeft verder aan dat deze post in het weekend en tijdens de feestdagen druk bezocht wordt. Rodriguez geeft cijfermatig aan hoe het bezoek aan de SEH was in het jaar 2019 ten opzichte van 2018. Maar normaal hebben we een gemiddelde rond de 110. Soms ietsje eronder, soms ietsje erboven. Maar met de feestdagen hebben we dus, op oudjaar hebben we dus, ik kijk wel even af op mijn blaadje, hadden we 164 aanmeldingen. Vergeleken met het vorig jaar hadden we 143. Op 1 januari gisteren hadden we 176. Het jaar daarvoor was het 179. En alleen voor de maand december hebben we, voor de hele maand december hebben we bijna 4000 aanmeldingen gehad. 3931. En mensen zouden zich afvragen, 3900 zoveel, waren ze allemaal spoedgevallen? Nou, we zien wel heel zieke mensen. Ik weet niet waar aan het ligt, maar er zijn wel heel zieke mensen die rondlopen. Als we kijken naar onze triagecodes, dan zien we dus werkelijk dat er minder huisartsengevallen komen, maar ook wel meer zieke patiënten. Dus ja, het is misschien werk voor het ministerie om na te gaan waaraan het ligt. Mensen gaan waarschijnlijk te laat naar de dokter. Heel veel mensen zie je ook zonder verzekering. Dus wachten ze waarschijnlijk dat het erg wordt om naar de SEH te komen. Maar we zien dus werkelijk wel heel veel zieke mensen. Rodriguez maakt zich wel zorgen over het aantal personen dat vanwege alcoholmisbruik bij de SEH terechtkwam. Er is al een grote druk op het personeel. Dan heb je deze groep die heel ongeduldig is, waardoor onze werkers nog meer belast worden, benadrukt ze. We hebben veel gevallen van alcoholintoxicaties gehad. En natuurlijk aan alcohol gerelateerde gevallen, zoals vechtpartijen, steekpartijen, aanrijdingen. Dat zijn dingen die gewoon normaal doorgaan. En natuurlijk heb je de mensen die hartinfarcten, beroertes. Dat zijn dingen die er natuurlijk altijd bij zijn. Maar natuurlijk tijdens de feestdagen zijn het voornamelijk aanrijdingen, steken en schotverwondingen. Dat soort dingen die gaan gewoon door. Eigenlijk ben ik verdrietig erom wat ik, als ik naar me heen kijk wat met de jeugd gebeurt. En zeker wat ik heb gezien op beelden van het oudjaarsfeest. Ja, eigenlijk wil ik een beroep doen op Surifesta en natuurlijk zijn er ook andere feesten die worden gehouden, behalve het oudjaarsfeest, waar tieners zich misdragen. Het is echt vreselijk, het is echt gewoon een weerspiegeling van moreel verval in ons land. Ik wil een beroep doen op de ouders om beter op hun kinderen te letten. Kijken met welke vrienden ze optrekken, want soms hebben ze een goede opvoeding thuis gehad, maar wanneer ze in hun groep zijn, dan misdragen ze zich. Maar ook gewoon de controle, ook al ben je niet met je ouder, maar zijn anderen om je heen. Ik heb verhalen gehoord dat volwassenen de kinderen hebben gewaarschuwd, ze zijn gewoon uitgelachen geworden. Dus het is een heel groot probleem en men onderschat het. Men denkt het is feest en daarbij houdt het op, maar het gaat gewoon door. Dus mijn nieuwjaarsboodschap is dat we meer gaan letten op onze jeugd, de opvoeding aanscherpen en dat de sociale controle vooral verhoogd moet worden. En als we naar richting het oudjaarsfeest gaan, moeten we misschien met een hele veel grotere groep gaan nadenken. Hoe gaan we het oudjaarsfeest leuk blijven houden, maar dat dit soort dingen niet meer voordoen. Mireille Rodriguez, hoofd van de spoedeisende hulp. Ze sprak over de drukte van de afdeling tijdens de feestdagen.